Hey, mijn naam is Paulien. Welkom bij deze online les van Cycle Masters. Deze les duurt 20 minuutjes en is perfect om na je cycling workout te doen. Waarschijnlijk is je lichaam al lekker opgewarmd en wat we nu gaan doen is dat we wat meer ontspanning gaan brengen in het lichaam. We gaan beginnen in een child's pose. Dus kom lekker op je mat. Mag je de tenen samenbrengen en je knieën net zo wijd als de mat brengen. Wandel dan langzaam met je handen naar voren en laat je je voorhoofd zakken richting de mat. En grote kans dat je billen wat in de lucht zijn, dat is helemaal oké. Maar kijk of je ze een beetje richting je hielen kan brengen. Nou, ontspan de schouders, ontspan de armen, de vingers. En sluit je ogen. En dan beginnen we met een paar keer rustig in te ademen. Door ons neus en uit te ademen. Door je mond. Diepe inademing door je neus. En kijk of je die inademing helemaal tot in je buik kan brengen. Even een momentje van rust. Diepe inademing door je neus en zucht je helemaal uit door je mond. Hoe voelt je lichaam op dit moment na de workout? Misschien voel je je hartslag nog wat tekeer gaan. Laatste keer een diepe inademing door je neus. En zucht helemaal uit. Laat je schouders dan nog iets meer zakken. Je armen helemaal zwaar worden. Misschien je heupen nog iets verder omlaag. En dan mag je je vingertoppen stevig in de mat gaan duwen. Je armen zoveel mogelijk naar voren uitstrekken. Neem dan je handpalmen mee omhoog. Dus nog steeds blijft je voorhoofd op de mat. En hiermee zoeken we eigenlijk die strekking wat meer in de zijkanten van het lichaam op. En ook hier weer een diepe inademing. Diepe uitademing. En nog één keer adem diep in. En adem uit. En laat je de handpalmen ook weer zakken. En breng jezelf langzaam omhoog. En plaats dan de handen onder de schouders, knieën onder de heupen. Dus je maakt eigenlijk een soort van tafeltje van jezelf. Rug is mooi recht. Kijk tussen je handen. Tenen zijn ontspannen. En dan gaan we op de adem bewegen. Op de inademing maak je een holle rug. Kijk je naar voren. Op de uitademing maak jezelf bol. Trek je navel in. Kijk richting je navel. En dat doen we een aantal keer. Adem in, maak een holle rug. En adem uit, maak jezelf weer bol. Opnieuw adem in, holle rug. Adem uit, maak bol. Doen we nog 3 keer. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit. Laatste keer. Adem in. En adem uit. En blijf heel even in die bolling. Kijk of je de handen iets dichter naar de knieën toe kan brengen. Kom dan op je vingertoppen. En daarmee kan je jezelf waarschijnlijk nog iets boller maken. Duw je navel wat naar voren toe. En adem dan weer diep in. Alsof je met die inademing ruimte creëert aan de achterkant van je lichaam. Waarschijnlijk voel je hier ook weer die
zijkanten, je ruggengraat, die als het ware wat uit elkaar wordt getrokken. Twee diepe inademingen. Laatste diepe inademing. En op de volgende uitademing kom je weer terug op handen en knieën. En spreid al je vingers. Plaats ze weer onder de schouders. En dan mag je je rechterbeen uitstrekken. Je tenen in de mat op de grond plaatsen. Kijk of je je hiel zoveel mogelijk naar achter kan duwen. Zodat we even die strekking in de achterkant van dat been opzoeken. En wat we hier gaan doen is we gaan een klein beetje heen en weer bewegen. Dus een klein beetje naar voren en naar achter. Dus om die strekking... Zeker als je wat naar achter beweegt, voel je die strekking wat intenser. Met de cycling workout heb je net ook je benen veel gebruikt. Dus kijk of je die spier een beetje los kan bewegen. En plaats je rechterknie weer terug op de mat. Doen we hetzelfde met links. Trek je linkerbeen, tenen op de grond. Duw je hiel naar achter. En beweeg je weer een klein beetje naar voren en naar achter. En dan komt je knie weer terug aan de mat. En dan mag je komen zitten. En als dat oké is voor jou, kom je zitten op je hielen. En strengel dan je vingers op je rug in elkaar. En dan duw je je handen omlaag en daarmee... Strek je armen open in je borst naar voren. En kijk dan mee omhoog. En ook hier weer om even die ruimte te creëren bij je borst, bij je schouders. Adem een paar keer in en uit. Misschien weer diep in door je neus, uit door je mond. Nog twee diepe in- en uitademingen hier. De diepe inademing. En zucht je nog een keer uit. En mag je de armen weer loslaten. En schud heel even de armen wat los. En dan mag je komen zitten in een zittende houding. Het liefst in een kleermakerszit. Dus daarvoor kruis je de benen. Plaats de handen ontspannen op de knieën of in je schoot. En dan sluit even je ogen. En mag je met je ogen dicht je rechteroor even naar je rechterschouder toe brengen. Voel even die strekking aan de linkerkant van je nek. En dan komt je hoofd weer omhoog. En dan mag je je linkeroor nu naar je linkerschouder toe brengen. Nog steeds met je ogen dicht. En misschien kan je die rechterschouder wel wat verder laten zakken. En ook hier weer een diepe in- en uitademing. En komt je hoofd weer terug omhoog. Open langzaam de ogen. Op de inademing neem de schouders mee richting de oren. En op de uitademing cirkel je ze naar achter en omlaag. Doen we weer een aantal keer. Dus adem in, schouders omhoog. En op de uitademing laat je ze zakken. Nog drie keer adem in. Adem uit. Adem in. En uit. Nog één keer adem in. Heel mooi. Mag je nu je linkerhand naast je plaats op de mat, op de inademing. Strek je je rechterarm omhoog. En op de uitademing buig jezelf naar links. Dus opnieuw weer die strekking wat aan de zijkant van het lichaam. Adem hier door. Diepe in- en uitademing. Ook even die ruimte wat meer in het bovenlichaam te creëren.
op de volgende inademing. Kom weer terug omhoog en dan gaan we gelijk door naar de andere kant. Dus op de uitademing buig je nu naar rechts. Kijk of je je arm ook zoveel mogelijk naar de zijkant kan strekken. Zodat je niet te veel omlaag hangt, maar dat je ook die opening mooi houdt in je borst. En ook hier weer adem door. Laatste diepe in- en uitademing. En kom je weer terug naar het midden. En dan komen we weer terug naar dezelfde houding van net. Je mag weer op handen en knieën komen. Spreid weer de vingers, knieën weer onder de heupen. En net maakten we die holling en die bolling in de rug. En wat we nu gaan doen is we gaan de heupen wat naar rechts bewegen. En dan kijken we met onze blik richting die rechterheup. Dus nu maken we net op een andere manier even die beweging in de wervels. Mag je de heupen naar links bewegen? Kijk je naar je linkerheup. En doen we nog een keertje naar rechts. En nog een keer naar links. En nog één keer naar rechts. En laatste keer naar links. En kom weer terug naar het midden. Wandel dan de handen een stukje verder naar voren toe. Laat de benen in dezelfde positie. En kijk of je de armen zo ver mogelijk naar voren kan strekken. En dan opnieuw je voorhoofd. Breng hem richting de mat. Vind die stretch in de flanken. Laat jezelf omlaag zakken. En kijk of je even een moment kan ontspannen in deze houding. En een paar keer weer diep in kan ademen door je neus. En uitzuchten door je mond. Drie diepe in- en uitademingen. Misschien weer met je ogen dicht. Voel ook weer hoe voelt je lichaam op dit moment. Een laatste diepe inademing. En uitademing. Van hieruit kom weer langzaam terug uit de houding. Plaats de handen weer onder de schouders. Grond goed je vingers in de mat. En op de inademing mag je dan je linkerarm mee omhoog nemen. Helemaal uitstrekken richting het plafond. Open jezelf. Op de uitademing breng je die arm omlaag. En doen we hetzelfde met de andere kant. Op de inademing strek je rechterarm omhoog. En op de uitademing laat je hem weer zakken. Doen een paar keer. Adem in, links omhoog. Adem uit, omlaag. Nieuw adem in, rechts omhoog. Adem uit, naar beneden. Eén keer beide kanten, adem in. Adem uit. Adem in. En adem uit. Opnieuw breng de onderbenen samen. Kom weer zitten op je hielen. En dan mag je de handen in elkaar strengelen. En de polsen even wat losdraaien. En vanuit hier strek je de handpalmen uit naar voren. Zodat we ook even die strekking in de vingers opzoeken. Kijk of je de armen recht vooruit kan strekken. Ook weer los. Schud ze even los.
Dus mag je komen liggen. Dus kom lekker liggen op je rug. Spreid je armen, spreid je benen wat uit elkaar. En sluit heel even een moment je ogen. Hoe voelt je lichaam op dit moment? Adem weer een keer dieper in door je neus, helemaal richting je buik. En zucht dan weer een keer uit door je mond. Je langzaam de knieën richting je borst brengen. En plaats dan je handen bovenop je knieën. En hier wieg je jezelf even wat heen en weer naar rechts en links. En dit is zo'n heerlijke massage eigenlijk voor de onderrug. Je kan de knieën ook wat cirkelen. Of verplaats je wat die beweging. Misschien vind je het fijn om de ogen nog dicht te houden. Langzaam de knieën wat dichter naar je borst toe. Kijk of je met je handen een klein beetje druk kan uitoefenen op je knieën. En dan breng je je neus richting je knieën. Maak jezelf even helemaal klein. Adem een keer door hier. Twee in- en uitademingen. Schouders blijven ontspannen, gezicht zacht. En laat je hoofd ook weer terugkomen op de mat. En spreid de armen. Mag je de voeten op de mat plaatsen. Zet ze wat wijder neer, ongeveer net zo wijd als de mat. En neem dan je heup een klein stukje mee omhoog en leg je om de rug zoveel mogelijk plat terug op de mat. Adem een keer diep in. En op de uitademing laat je de knieën allebei naar rechts toe vallen. Ontspan je de benen. De inademing neem ze weer mee omhoog. En op de uitademing laat ze nu naar links vallen. Dus dit geeft even kort zo'n twist in de wervels. Adem in, neem je knieën weer mee omhoog. En op de uitademing nu naar rechts. Nog een keer adem in, omhoog. Adem uit, naar links. Laatste keer beide kanten adem in. Adem uit, naar rechts. Adem in. Adem uit, naar links. Kom terug naar het midden. Dan mag je je benen mag je strekken. Je armen wat dichter langs je lichaam plaatsen. Handpalmen misschien open of naar beneden. Laatste 2 minuutjes even eindontspanning waarin je even helemaal niks hoeft. Dus je mag je ogen lekker sluiten. Zorg dat je warm blijft. En luister dan eens even een moment weer naar je eigen adem. Dus hoe is je ademhaling op dit moment? Kun je je hartslag misschien voelen? Alle bewegingen die je hebt gedaan? Misschien ook de rust die deze korte yoga lesje heeft gegeven.
voelt je lichaam op dit moment? Is er een gebied in je lichaam waar je misschien nog veel spanning voelt? Spanning die je los kan laten? Misschien de spieren in je gezicht? Je schouders, je armen? Je buik? Je benen? Alsof je jezelf met iedere uitademing ook iets dieper laat wegzinken in de mat. Dieper in die ontspanning. Een paar rustige in- en uitademingen hier. Beweging te brengen in je lichaam door je vingers en je tenen licht wat te bewegen. Een keer diep in te ademen, uit te zuchten. En breng jezelf langzaam overeind. Daar zit. Als je langer wil blijven liggen, dan kan je de video pauzeren of stopzetten. En dan maak je jou eindontspanning nog wat langer. En als je zit, maak je gezicht weer zacht, je schouders. Voel dat je rechtop zit. En mag je ogen langzaam weer openen. Dankjewel voor deze les. En ik wens je nog een hele fijne dag.